Welkom, mijn naam is Johan Veldman en we zijn hier vandaag op de Schipholbrug. Schipholbrug, onderdeel van het verbredingsproject A9 tussen Batuverdorp en Holendrecht. En we nemen jullie vandaag even mee naar een aantal locaties die we in de afgelopen weken hebben aangepakt. We staan op dit moment aan de noordkant van de A9. In de afgelopen weken is hier hard gewerkt aan de bereikbaarheid. Een van de dingen die we gedaan hebben in het weekend van week 43 is het verwijderen van het brugwachtershuisje. Die stond voorheen daar. Voordat we het brugwachtershuisje hebben kunnen afeisen, hebben we het brugwachtershuis in delen gezaagd. Die delen zijn vervolgens in het weekend van week 43 afgehezen en afgevoerd naar een nadere locatie. Maar waarom wordt uiteindelijk zo'n brugwachtershuisje dan verwijderd? Het brugwachtershuisje stond in de weg. In de weg voor onze verbreding van de A9. In de toekomst komt er op de locatie van het brugwachtershuisje 3 rijbanen bij. Waar voorheen de aansturing vanuit de brug, vanuit het brugwachtershuisje werd gedaan, zal dat in de toekomst vanuit het servicegebouw gebeuren. Het servicegebouw is momenteel volop in aanbouw en ziet u achter ons. Momenteel staan we aan de zuidkant van de A9. We hebben aan de zuidkant de A9 met 3 rijstroken uitgebreid, zodat we het verkeer van de noordkant over kunnen hevelen naar de zuidkant. Waarom het verkeer van noord naar zuid? Zodat we ook aan de noordkant de uitbreiding kunnen doen. Dit was geen makkelijke klus. 110 ton komt die niet zomaar. Uiteindelijk hebben we AB01 vanuit Krimpen aan de IJssel moeten aanvoeren over het water. En is die opgepakt door een 750 tons kraan en een 250 tons kraan om ingehezen te worden. Onze 750 tons kraan stond opgesteld op een speciaal daarvoor gerealiseerde tijdelijke constructie. Zoals jullie hebben gezien, is er al een hoop gebeurd op de Schipholbrug. Maar er moet nog heel veel gebeuren. Zo gaan we in het voorjaar van 2024 achter ons de nieuwe brugval inhijsen. Voordat we dat kunnen doen, moeten onder andere de dekken nog worden gestort. Hier hoop ik jullie dan te zijner tijd meer van te laten zien.